De Jeu de Boulebaan is omgebouwd tot 3 dartbanen en alle hulpmiddelen staan al gereed. Gilles, we zijn vandaag zaterdag 1 augustus. Steun voor die code geloop. Wat gaat er hier vandaag allemaal gebeuren? We hebben een dartclub en een Jeu de Boulebaan eigenlijk. We bestaan uit 12 man. En we doen elke woensdag van 6 tot 9 uur ongeveer. Dus ofwel Jeu de Boulebaan in de winter sowieso darten. Nou, voor de dartkampioenschappen vandaag georganiseerd, omdat het in de zomer lekker schoon weer is en het de hele dag duurt. En daar heeft Ad Mertens dus mooie borden ervan gemaakt. Ik heb ze verder aangekleed en geschilderd, dat het dus ook een beetje inzicht heeft en ook aanzicht heeft voor het gebouw zelf, want het is een prachtig gebouw waar hij in zit. En de bedoeling is dus dat we dus vandaag een strijd opleveren op leven en dood weer. Kampioen darten wordt. Je zei net darten en Jeu de Boulebaan. Betekent dat dat er vandaag ook nog Jeu de Boulebaan in de beurt komt? Nee, alleen vandaag darten. Jeu de Boulebaan dat schreef meestal Oede voor meerdere dagen, omdat dat duurt veel langer als we darten. Darten kunt ze inbouwen op 3-0-1 of 5-0-1. Dat doen we dus in de enkele op 3-0-1 en in de dubbele op de 5-0-1. Maar dat wil zeggen dat ze voor een enkele partij ze ongeveer 10 minuten nodig voor die afgelopen is. Dus ze hebben de hele dag van 10 uur ongeveer, tot een uur of 6, 7, hebben ze nodig om het af te werken. Dat betekent ook dat er niet maar enge dagen in het jaar hier te doen is. Het is eigenlijk dan het hele jaar door, houdt zich de lui bezig. Ja, dit doen voor het hele jaar door. Ja. En we hebben nog een club uit het gebouw die bedankt, die doen het hoofdzakelijk Jeu de Boulebaan. En die zijn elke vrijdag bezig, hè, van in de middaguren van 2 tot 4, 5 uur. En dat, die zijn ook met een man of 14, 15, dus dat gaat goed. Heel mag ik vooral heel veel plezier vandaag wensen. Het weer heb ze waarschijnlijk zelf besteld, net zoals ze zelf ook eens de eerste borden gemaakt hebt. Heel veel plezier en maak er een leuke dag van. Dank je. Maar voor dat weer de hup van was van de zuster gebracht, weet je meer. Dat heeft zich in ieder geval geloond. Dat heeft zich geloond. Oké. Dank je wel. Dank je wel, ja. Dankjewel. Zet hem maar op het kaasje. Op zaterdag 29 augustus is in Oud-Lemiersch met een feestelijke bijeenkomst aandacht besteed aan de afronding van de restauratie van het kunstwerk van Hans Struijen, hoe met deze oudste zaalkerk van Nederland aan de Binnenzee voorzien is. Er wordt veel belangstelling voor de afronding van de restauratie en voor de onthulling van een informatiezuil. Dat deze restauratie van groot belang is, blijkt onder andere uit het feit dat men op 22 mei van dit jaar ook al een belangrijke cultuurprijs mag ontvangen. Het is vandaag voor ons een heugelijke dag. Een dag van trots, maar ook een dag van dankbaarheid. Trots zijn wij erop dat we zo ver zijn gekomen dat de kapel helemaal mooi geconsolideerd is. Dankbaar zijn wij naar alle mensen en op de eerste plaats naar de sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt. Het zijn er te veel dat ik ze allemaal hier nou zo opnoemen. Als Hans Struijen vandaag hier zou binnenkomen, dan zou hij met een glimlach rondkijken en ik denk dat hij zou zeggen, jongens, dat hebben jullie fantastisch gedaan. Bedankt. De problemen met de schilderingen zijn eigenlijk tweeledig. Enerzijds brokkelde de verf en de pleister af door allerlei zouten die er in de muur zaten. Maar anderzijds door de type verf, dat is een acrylaat, en die bladderde heel erg af. En dat werd in de loop der jaren eigenlijk steeds meer en steeds meer en steeds meer. Debat hieraan is enerzijds de poeierachtige ondergrond, maar ook de hoge vochtigheidsgraad en de lage temperatuur in de kapel. Acrylverf, als het daar heel erg koud wordt, dan kan die op een gegeven moment ietsjes gaan krimpen, waardoor die
beetje zo van de muur af kan knappen. Met door de afronding van de restauratie van de kapel in Oud-Lemiers staat er wind weer gunstig. Wat we dus hier hebben is een stukje vaals dat in die middeleeuwen zich hier gemanifesteerd heeft. Misschien is het wel de vroegste bewoning van Vaals geweest. We hebben ontgravingen gehad op het Julianenplein nu zeer onlangs. En we hebben geconstateerd dat daar in de late middeleeuwen wel mensen gewoond hebben. We hebben het huis van St. Tolbert, dat is uit de 12e eeuw. Maar dit gaat dus verder terug. Kent Karel de Grote, weet dat dat een grote denker was. Grote staatsman, had verstand van mooie dingen. En dus zeg ik hier, hij heeft hier zeker ooit, als die man is geweest, zoals iedereen heeft beschreven in alle dikke boeken, zoals die is geweest, dan heeft er in Lemiers een jachtkapel gehad. Ongetwijfeld. Alle vrijwilligers hierbij betrokken, bij dit mooie project, iedereen van harte bedankt. De plekken van Limburg. En cultuurhistorisch gezien zit dat echt in, wat zullen we zeggen, de top 25. Een kapel die bijna 1000 jaar oud is, wat we zeker weten. Met daarin een kunstwerk, de coöperatief van Hans Truijen, is een combinatie die uniek is en die echt iedereen een keer gezien moet hebben. Daar is mijn vaderland, Limburg's dierbaar oord.